is de shallottart tartin, kalslever, witlof, pastinakencrème, krokant aardappeltje, tempura paling. Naast dit gerecht werden nog 5 andere gangen bereid door topchefs uit de regio. Ze werden bijgestaan door leerlingen van de kokschool op het Zadkien aan het Bentenplein in de Agnische buurt. Het doel was om geld op te halen voor KIKA, Stichting Kinderen Kankervrij. Het is leuk om met jonge koks te werken. Sowieso moeten we natuurlijk aan de toekomst blijven werken. Anders zijn er op een gegeven moment helemaal geen koks meer. Wat me inspireert, natuurlijk wel. Het is, je ziet wel echt waarnaar je toe streeft zelf, om zelf ook te worden later. En misschien later zelf hier zo te staan om met andere leerlingen zo te werken. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze de schoonheid van het vak eigenlijk leren waarderen. En dat is eigenlijk, als je dat eenmaal hebt, dan komt het daarna wel goed. Gewoon lekker eten, mooie gerechten maken. Maar ook onderling, collegialiteit, grappies, schijntjes. Beetje grof. Het is nog steeds wel een beetje een cowboyberoep, denk ik. Nou, laat dit maar even staan, dat doen we zo wel even, want dit is wel... Als dat niet goed gaat, dan is de hele saus gelijk naar de goler aan. Het is heel leuk om met een bekende chef te werken. Van chef of 2-sterren restaurant. In die heel korte tijd dat ik hier ben vandaag, kan ik ze alleen maar meegeven dat ze het fundament in ons vak moeten respecteren. En dat houdt in dat je in een nette omgeving werkt, dat je er zelf netjes uitziet. Dat je zorgt dat je producten kakelvers zijn, dat je de min mogelijke bereiding op loslaat en dat je een hoog mogelijk eindresultaat in smaak probeert na te streven. Meer niet. De dingen die je voor de chef doet, doe je normaal gesproken ook, maar dan minder verfijnd. Dus nu zijn we bieslook echt heel fijn aan het snijden en normaal op school snijden het gewoon... Ja, wat grover. Dus het is meer wat dat verfijndere werken. Nee, het is fijn dat er een echte chef is. Bijvoorbeeld mij tijdens het meegeven gaat het soms heel chaotisch en soms gaat het heel makkelijk. En nu er een chef is, geeft dat mij wel een beetje vertrouwen dat het wel goed gaat komen. Want soms heb je ook, zeg maar, het ligt ook echt aan met wie je samenwerkt en zeg maar wat je moet maken, hoe makkelijk het uitgeven gaat. Bijvoorbeeld als je soep moet meegeven, dat is zeg maar niet moeilijk. Maar als je bijvoorbeeld een hoofdgerecht moet meegeven met heel veel technieken die zeg maar à la minuut bereid moeten worden, dan is het wel een beetje stress op het einde. Hoe heb je het gedaan vandaag? Ja, goed, ja. Ja, had ook zin in volgens mij en niks klagen. Wat heb je geleerd van Martin? Doorwerken, als iets fout gaat gewoon weer even snel oppakken en gewoon simpel werken. Gewoon doen wat er gevraagd wordt en gewoon gezellig ook werken. Ja, dat is gewoon leuk, weet je, die onervarenheid nog en dat het allemaal nog moet groeien. En bij die jongens die er vandaag allemaal waren, komt dat ook allemaal wel goed, dat zie je wel. Die zijn wel gemotiveerd en die gaan er denk ik wel gewoon komen.